Midden in de Londense city stond, tot Duitse bommen haar verwoestten, de Nederlands hervormde kerk Austin Friars. Op 10 mei 1941, toen het een jaar geleden was dat Hitler ons land had overvallen, kwamen honderden Nederlanders die in Londen werkten hier tezamen met in hun midden koningin Wilhelmina. De minister-president, professor Gerbrandy, eindigde zijn korte toespraak met een oproep tot herdenking. Laat ons in 1 minuut van eerbiedige stilte gedenken al die doden, waar dan ook, die in het afgelopen jaar zichzelf hebben geofferd in deze kamp voor het behoud van het land en handhaving der christelijke vrijheid. En ze herdachten, elk op eigen wijze. Nederlanders die het voorrecht hadden te werken in vrijheid. Op 13 mei 1940 waren prinses Juliana en prins Bernhard met de prinsesjes Beatrix en Irene in Londen aangekomen. In de avond van die dag arriveerde koningin Wilhelmina en zij werd nog gevolgd door de ministers. Voor de koningin stond één ding vast. Nederland moest, met wat het nog aan krachten had, de oorlog voortzetten. Dat Nederland was in haar visie ten nauwste verbonden met het Oranjehuis, met de dynastie. Dus moest de toekomst van de dynastie worden gewaarborgd. Ze besloot haar dochter en 2 kleindochters naar Canada te sturen. Er was een vliegverbinding van Londen naar Lissabon. En van Lissabon kon je dan naar Amerika vliegen. Maar dat leek haar, ze had zelf nooit gevlogen, riskant. Begin juni stak de oude Nederlandse kruiser Sumatra, geëscorteerd door de nieuwe, nog niet afgebouwde Jacob van Heemskerk, de Atlantische Oceaan over. De veilige aankomst in Canada van haar dochter en kleindochters was voor de koningin een zorg minder. Ze hield overigens genoeg zorgen over. En daarvan was een van de ernstigste dat de minister-president, de Geer. Hij bezocht op de eerste zondag na aankomst met 4 ambtgenoten, onder wie de minister van Justitie, Gerbrandy, de dienst in Austin Friars, dat de Geer elke strijdvaardigheid miste. Begin juni legde de Geer aan Churchill het denkbeeld voor dat Engeland met Hitler een compromisvrede zou sluiten. Churchill gromde wat en ging er niet op in. En de Geers defaitisme werd sterker toen Hitlers blitzkrieg leidde eerst tot het uiteenslaan van het Franse leger en vervolgens tot de capitulatie van Frankrijk. Een verpletterende slag voor de minister-president, maar ook voor de meeste leden van zijn kabinet. Ze hielden het voor waarschijnlijk dat de Weermacht in Engeland zou landen. En ze besloten eind juni dat de regeringszetel zou worden verplaatst naar Batavia, hoofdstad van Nederlands-Indië. Ook de koningin zou daar dan heen moeten gaan, maar daar dacht ze niet aan.
Jegens het kabinet gebruikte ze een argument waar verder niet over te praten viel. Ze zei dat haar gezondheid het haar niet mogelijk maakte in een tropisch klimaat te leven. Voor haar en voor allen in Londen, tot wie doordrong wat de Geers opvattingen waren, kwam week na week sterker vast te staan dat de minister-president moest worden vervangen. Begin augustus deelde de Geer de koningin mee dat hij van plan was in Zwitserland 2 weken vakantie te nemen. Nota bene in zo'n kritieke fase van de oorlog. Haar antwoord was dat ze alle vertrouwen in hem had verloren. Het zijnde daarop dat hij zijn ontslag indiende. Zover was de zaak gevorderd toen op haar 60ste verjaardag, 31 augustus, in de Londense Queen's Hall, het gebouw zou een paar weken later door Duitse bommen worden verwoest, een bijeenkomst werd gehouden waar ze vertegenwoordigd werd door prins Bernhard. Het is heel gemakkelijk om trouw en aanhankelijkheid in dagen van voorspoed te hebben. Maar de gevoelens die u hier en alle vrije Nederlanders in de gehele wereld en ook in de harten van alle Nederlanders die in onderdrukking thuis leven, deze gevoelens die daar leven, die zijn veel en veel meer waard. Die zijn veel dieper. Het is trouw in tegenspoed wat u vandaag aan onze koningin toont. En dat is het schoonste geschenk wat u haar op haar verjaardag, op deze verjaardag had kunnen geven. Ik, die onze koningin lief heb, zoals u allen, ik dank u hiervoor uit de grond van mijn hart. Garbrandi, wiens strijdvaardigheid de koningin had leren waarderen, werd de nieuwe minister-president. Gepoogd werd de Geer weg te werken naar Indië, maar dat mislukte. Hij vloog niet verder dan Lissabon, nam daar contact op met de Duitse gezant en keerde begin 1941 met Duitse hulp terug naar bezet Nederland. Waar hij, zei hij, als een vergeten burger wenste te leven. Maar die zogenaamde vergeten burger publiceerde begin 1942... met steun van het foute departement van Volksvoorlichting en Kunsten, een brochure waarin hij opnieuw een vrede door vergelijk bepleitte. De Geer is voor zijn houding na de oorlog door de bijzondere rechtspleging gestraft. Een jaar gevangenisstraf voorwaardelijk. Garbrandi was uit een ander hout gesneden. In de herfst van 40 werd Londen nacht na nacht gebombardeerd door de Luftwaffe. Er vielen duizenden doden. Velen gingen hun best doen om een slaapplaats buiten Londen te vinden. Niet Garbrandi. Hij dacht er niet aan het hotel in het West End, waar hij zijn intrek had genomen, te verlaten. Churchill bleef, dus bleef ook hij. Dat was een man die sprak naar zijn hart. Zo op de eerste bijeenkomst van geallieerde regeringen. What tragedies, what horrors, what crimes has Hitler and all that Hitler stands for brought upon Europe and the world? The concentration camps are overcrowded. Every dawn, the firing parties are at their work, but nothing is more certain than that every trace of Hitler's footsteps, every stain of his infected and corroding fingers will be sponged and purged and, if need be, blasted from the surface of the earth. Het was Garbrandi die bereikte dat de regering in een eigen radioprogramma zou spreken tot de mensen in bezet gebied en in Indië. Radio Oranje. Die naam was bedacht door de socialistische journalist Meijer Sluizer, die in de meidagen van 40 naar Engeland was ontkomen. Een aantal van hen die in mei 40 naar Engeland waren ontkomen ging werken voor dat Radio Oranje. In de beginperiode waren de programma's, vooral door gebrek aan informatie uit bezet Nederland, niet van bijzonder hoge kwaliteit. Enige populariteit had in 41 wel het radiocabaret De Watergeus. Daarvan traden de leden, onder wie Jetty Pijl, ook wel eens in Engeland op voor het publiek. Kom maar naar regen, kom altijd zonneschijn.
En na dit donkere tijd van willekeur, van schande en terreur, zal er een dag van vreugde en van weerzien zijn. Wij zijn trots en volmoed, want het volk van Nederland houdt zich goed. De kleine Holland weert zich dapper als een reus. Het is oranje, blijft oranje, is de leus. Voor u, voor mij en voor de watergeus. De uitzendingen werden in het algemeen pas beter toen Radio Oranje, waar Lou de Jong ook werkte, werd samengevoegd met de Nederlandse omroep voor zeevarenden, de Brandaris, die gedragen was door de journalist Henk van den Broek, geboren in Rotterdam, hij noemde zich de Rotterdammer, en door de schrijver Bob den Dolaert. Voor de mensen in bezet gebied waren natuurlijk ook de nieuwsuitzendingen van de BBC van groot belang. Daarnaast zorgde de regeringsvoorlichtingsdienst, waarvan de in totaal 1000 krachten die bij de departementen werkten ongeveer 100 in dienst waren, ervoor dat van de herfst van 1941 af regelmatig exemplaren van een maandblad in mini-formaat boven bezet gebied werden afgeworpen. En toen de bezetter er in de zomer van 1943 toe overging om alle radio's in beslag te nemen, werd aan de wervelwind een nieuwsblad toegevoegd, dat aanvankelijk nogal onregelmatig en in een niet zo grote oplaag door vliegtuigen werd verspreid, maar waarvan vanaf de herfst van 1944 vrijwel dagelijks vele tienduizenden exemplaren werden uitgeworpen boven de steden in alle provincies benoorden de grote rivieren. Je vond in dat soort bladen ook de bewijzen dat wat Nederland ook na de val van Indië nog aan krachten in de vrije wereld had, voor de oorlog werd ingezet. En dan denken we in de eerste plaats aan de strijd ter zee. Alles wat de geallieerden voor hun offensieven nodig hadden, troepen, wapens, moest over zee worden aangevoerd. Hetzelfde gold voor een deel van het voedsel in Engeland en van de grondstoffen voor de Engelse wapenindustrie. Snelle schepen, passagiersschepen bijvoorbeeld, gebruikt voor troepenvervoer, staken op eigen kracht de oceanen over. Maar de langzamer vrachtschepen werden samengevoegd tot konvooien, die tenslotte wel 150 schepen gingen tellen. Op die konvooien werd jacht gemaakt door de gevreesde Duitse U-boten. Soms konden die U-boten boven water hun aanvallen uitvoeren. Maar ook de Duitse marineeenheden en gecamoufleerde Duitse vrachtschepen, die zwaar bewapend waren, de zogenaamde merchant raiders, konden een gevaar zijn. Ook werden zelfstandig varende schepen of konvooien, als ze in de buurt van Europa kwamen, aangevallen door de Luftwaffe. Aanvankelijk hadden veel schepen nauwelijks afweermiddelen. Na enige tijd hadden ze die allemaal wel. Natuurlijk maakten de geallieerde marineeenheden op hun beurt jacht op die U-boten. Aan de jacht op de U-boten namen ook vliegtuigen deel. Die vliegtuigen dwongen de U-boten onder water te blijven. Later in de oorlog werd aan verschillende olietankers, ook aan twee Nederlandse, een vliegdek toegevoegd. Zo'n vliegdekschip zorgde ervoor dat de U-boten overdag uit de buurt bleven. De strijd ter zee heeft tot in de eerste maanden van 1943 bij de geallieerde oorlogsleiders tot grote benauwenis geleid.
Het tekort aan schepen werd nijpend. Nadien werd die strijd duidelijk gewonnen. In die strijd nu heeft de Nederlandse passagiers- en vrachtvloot zware verliezen geleden. Van 20 als troepentransportschip ingezette passagiersschepen, het grootste, de Nieuw Amsterdam, heeft meer dan 1 miljoen passagiers vervoerd, geallieerde militairen en Duitse en Italiaanse krijgsgevangenen, zijn er 6 tot zinken gebracht. En van de meer dan 800 vrachtvaarders, 200 kustvaarders inbegrepen, bijna 400. Aan 1600 van de 12.000 Nederlandse opvarenden heeft die strijd ter zee het leven gekost. Maar er zijn er veel meer geweest, naar schatting wel 8.000, wier schip op een Duitse mijn liep of eens of meermalen door een vijandelijke torpedo werden getroffen of werden beschoten. Wie in die oorlogsjaren de oceanen bevoer, verkeerde dag en nacht in levensgevaar. Dat gold in het bijzonder voor het machinekamerpersoneel, dat aan boord het verst verwijderd was van de reddingsmiddelen. Op één zo'n vlot hebben eens aanvankelijk 5 opvarenden van een Nederlands schip zich in veiligheid weten te brengen. 3, 2 Nederlandse zeelieden en een Amerikaanse militair waren nog in leven toen ze werden gered, nadat ze 83 dagen en nachten hadden rondgedobberd. Ze hadden regenwater opgevangen en met hun blote handen vissen uit zee gepakt. Het is heel begrijpelijk dat een aantal zeelieden, ze moesten varen, de regering had hun de vaarplicht opgelegd, is afgeknapt. Die mensen kregen dan een functie aan de wal. Bijvoorbeeld in Londen bij het besturend orgaan, de Nederlandse Scheepvaart- en Handelscommissie, werkten 1000 man. Aan de vaarplicht heeft zich ongeveer 1 op de 40 zeelieden onttrokken of trachten te onttrekken. En die mensen konden dan door de in Londen in 1941 geïnstalleerde Nederlandse rechtbank worden veroordeeld. 1 op de 40 is niet veel. De overigen konden dan wel af en toe steden als Londen gaan bekijken. Maar als zo'n periode van verlof voorbij was, dan melden ze zich weer aan boord en voeren ze uit, de gevaren tegemoet. En dan was er de marine. Wat aan schepen tijdens de meidagen uit Nederland was ontsnapt, werd onmiddellijk in dienst gesteld. En er werden ook nieuwe schepen aangeschaft. De minister-president liet zich niet de gelegenheid ontgaan om een van die schepen, een fragat, te bezoeken. En toen de Jacob van Heemskerk afgebouwd was, kwam de koningin aan boord. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om aan commandant, officieren en verdere opvarenden van dit nieuwe schip een gelukkige vaart toe te wensen. Ik ben overtuigd dat in ieder, in het besef van de rechtvaardige zaak waarvoor wij strijden, tot het uiterste zijn plicht zal doen. Mogen God u de gelegenheid schenken den vijand te helpen verslaan, in het besef dat elke van Nederlandse zijde komende bijdrage tot de eindoverwinning het tijdstip nader brengt waarop wij allen in een vrij en onafhankelijk vaderland zullen terugkeren. Weet dat ik met mijn gedachten bij u zal zijn in uw moeilijke ogenblikken. Leve de koningin! Hip hip! Leve het vaderland! Hoezee! Die Jacob van Heemskerk, de kruisen had een camouflagebeschildering, beschikte over een geduchte luchtafweer. Behalve in de Pacific is dit schip overal in actie geweest. Ook van onze onderzeeboten zijn er enkele verloren gegaan. Onze modernste waren overigens beter dan de Engelse. Goed werk is verder verricht door 2 kanonneerboten en in de laatste oorlogsjaren door onze motortorpedoboten. U ziet hier opnamen die zijn gemaakt door Prins Bernhard. Motortorpedoboten die menig gevecht met de kustwachteenheden van de Kriegsmarine hebben geleverd. En dan zijn de hele oorlog door Nederlandse mijnenvegers in de wateren om Engeland aan het werk geweest. Ook van die mijnenvegers gingen enkele verloren.
Maar de oorlog ging door. Dat wisten ook degenen die de strijd in de lucht voeren. Uit ons land waren de instructeurs en de leerlingen van enkele vliegscholen van de militaire luchtvaart en de marine luchtvaartdienst ontsnapt. Ook uit Indië kwamen de vliegscholen weg. Waarna enkele honderden jongeren hun verdere opleiding kregen in de Verenigde Staten. De meesten werden van Australië uit ingezet. Maar sommigen traden toe tot de in Engeland al bestaande Nederlandse squadrons, ingevoegd in de Fleet Air Arm. Dat waren de vliegers die geposteerd waren op vliegdekschepen of op Engelse vliegkampschepen. Ook werden ze ingevoegd in Coastal Command. Dat waren de squadrons van de Marine Luchtvaartdienst die eerst gebruik maakten van Lockheed Hudson's en vervolgens van Mitchell-bommenwerpers. Maar er was bij de RAF ook een Nederlands jagersquadron. En dat squadron heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt door van de Duitse V1's, onbemande vliegtuigjes met een explosieve lading, die Hitler vanaf juni 1944 in de richting van Londen lanceerde, meer dan 100 boven open terrein neer te schieten en tot ontploffing te brengen. Van degenen die aan al deze luchtoperaties deelnamen, je had ook Nederlanders bij de gronddiensten, is ongeveer 1/3 gesneuveld. Minder gesneuvelden had onze van Engeland uit ingezette landmacht, de Prinses Irene Brigade. De ongeveer 700 Nederlandse militairen die zich na de meidagen van 40 in Engeland bleken te bevinden, de meesten, het restant van troepen die uit Zeeland zuidwaarts waren getrokken, verlieten spoedig Londen om in een tentenkamp in Wales in Engelse uniformen te worden gestoken. Dat was om verwarring tegen te gaan. Dat eerste kamp was wel heel simpel. Dat was trouwens ook de parade die er werd gehouden op Koninginnedag. In de herfst vertrok de brigade naar een kazernekamp in Wolverhampton, niet ver van Birmingham. En daar kwamen in totaal tegen de 1500 militairen terecht. Vrijwilligers en dienstplichtigen. Dienstplichtigen, want de regering had in alle geallieerde landen voor Nederlanders de dienstplicht afgekondigd. Ze heeft daar weinig plezier aan beleefd. Vele Nederlanders die toen in Zuid-Afrika woonden, hoofdzakelijk mensen die in de jaren van de diepe crisis waren geëmigreerd, voelden er niets voor om op te komen. In Canada, dat zelf geen dienstplicht had, had de regering geen rechtsmiddelen. En in de Verenigde Staten was de animo ook niet groot. Wie daar in dienst wilde gaan, deed dat liever bij de Amerikanen. In het troependepot voor het Amerikaanse halfrond, dat zich in Canada bevond, waren begin 42 maar 40 recruten aanwezig. Gecommandeerd door een grote staf van officieren. Eén van die officieren schreef in een rapport: ik heb het gelukkig nog druk met mijn eigen zaken. Hij was in de drankenhandel. Anders zou ik me geen raad weten. Het depot in Canada, waar in totaal 1100 militairen zijn opgeleid, is eind 43 opgeheven. Door dat alles werd de brigade een nogal vreemd allegaartje. Uit frustratie gingen sommigen over naar de opleiding voor de commando-eenheden. Dat leek hun zinvoller dan het werk dat de brigade, gegeven het gebrek aan landbouwkrachten, in de zomer te verrichten kreeg. Maar in de loop van 43-44 is de brigade, versterkt met ruim 100 mariniers, toch een goede gevechtseenheid geworden. De brigade heeft van begin augustus 44 af deelgenomen aan de strijd in Normandië. Ze is, voordat ze Nederland binnentrok, ook in België ingezet. Er waren van de Prinses Irene Brigade bij het einde van de oorlog ruim 40 militairen gesneuveld. Dan Suriname en de Antillen. Suriname was voor de Amerikanen van kardinale betekenis, omdat daar het bauxiet, aluminiumerts, werd gewonnen dat ze nodig hadden voor hun militaire vliegtuigen.
Van de honderdduizenden Amerikaanse militaire toestellen is 2/3 gebouwd met aluminium gesmolten uit het Surinaamse bauxiet. De petroleumraffinaderijen op Curaçao en Aruba waren van groot belang voor de Engelsen. De toestellen van de Royal Air Force vlogen grotendeels op benzine die op de Nederlandse Antillen was geraffineerd. Er was in beide gebieden geen dienstplicht. En het aantal vrijwilligers dat zich kwam aanmelden was niet groot. Ongeveer 300 in Suriname, ongeveer 300 op de Antillen. Wel werd prinses Juliana in die oorlogsjaren met hartelijkheid ontvangen, zowel in Paramaribo als enige tijd later in Willemstad op Curaçao. Maar als men op dat beperkte aantal vrijwilligers let, kan men toch niet zeggen dat het denkbeeld van de Rijkseenheid diepe wortels had geslagen in de West. Prinses Juliana bracht die bezoeken, komend uiteraard uit Canada, waar ze zich wijdde aan de zorg voor de twee kleine prinsesjes. Kijk maar naar papi, papi wil je filmen, moet je lachen. Zo is mooi. In januari 1943 kwam er een derde prinses bij, Margriet. Toen zij gedoopt werd, traden mannen van de koopvaardij op als peten. Omstreeks die tijd nu, begin 1943, was van de goede verhouding tussen koningin Wilhelmina en minister-president Gerbrandy niet veel overgebleven. Er was tussen hen beiden geen verschil van mening ten aanzien van Nederlands deelneming aan de geallieerde oorlogvoering. Ook waren ze het eens dat ter leniging van de nood die na de bevrijding te verwachten viel, hoofdzakelijk in de Verenigde Staten, Canada en Argentinië, grote voorraden grondstoffen voor levensmiddelen, textiel en schoeisel, alsmede tabak, werden opgeslagen. Verder dat om te voorkomen dat na die bevrijding, terwijl de oorlog tegen Duitsland nog voortduurde, in ons land het gezag zou worden uitgeoefend door Amerikaanse of Engelse militairen, een onder de geallieerde opperbevelhebber generaal Eisenhower resorterende Nederlandse militaire organisatie zou worden opgebouwd, het militair gezag. Dat militair gezag zou de aanwijzingen van de regering volgen en op zijn beurt aanwijzingen geven aan de gemeentelijke en provinciale besturen. De organisatie werd in Londen opgebouwd door een hoge militair, kolonel, later generaal Kruls. En Eisenhowers hoofdkwartier keurde goed dat ze in eerste instantie uit ruim 700 krachten zou bestaan, onder wie een kleine 200 officieren, dat wil zeggen burgers die tijdelijk tot officier werden benoemd. Waar lag dan dat verschil van mening tussen de koningin en Gerbrandy? Wel, zij leefde vanuit het visioen van een totaal vernieuwd Nederland dat na de bevrijding moest worden opgebouwd. Ze was een dominerende persoonlijkheid en ze wilde meer macht. Maar toen ze in 1898 als 18-jarig meisje was ingehuldigd, had ze de eed op de grondwet afgelegd. En die grondwet bepaalde dat alleen de op een meerderheid in het parlement steunende ministers voor het regeringsbeleid verantwoordelijk waren. In Londen evenwel was er geen parlement. Alleen maar van midden 42 af een toen geïnstalleerde buitengewone raad van advies. Daar zaten ook Engelandvaarders in. Een raad die slechts beperkte bevoegdheden had. Dat betekende dat als de koningin weigerde een conceptwetsbesluit dat er niet zinde te ondertekenen, de ministers geen machtsmiddel hadden om haar toch haar handtekening te laten zetten. Het parlement ontbrak. Wat de koningin wilde was een wijziging van de grondwet, waarbij ze boven de ministers zou worden geplaatst en waarbij ze de hoofdlijnen van het beleid zou kunnen aangeven. Die wijziging moest tot stand gebracht worden volgens de regels die de grondwet zelf aangaf. Ze wilde dus na de bevrijding hebben een kabinet dat een concept wetsvoorstel zou maken
En dat voorstel moest dan met minstens 2/3 meerderheid worden aangenomen door het parlement. Welk parlement? Van de Tweede Kamer, die in 1937 was gekozen, dachten zowel de koningin als het Londense kabinet dat ze niet langer representatief was. Er moest dus na de bevrijding eerst een noodparlement komen. Daarvan moesten de leden worden benoemd. En de koningin vertrouwde dat in dat noodparlement de illegaliteit, die dacht ze het helemaal met haar eens was, de toon zou aangeven. We moeten hierbij zeggen dat koningin Wilhelmina in bezet Nederland een grote naam had gekregen. Meer dan 30 maal sprak ze door de radio de mensen in bezet Nederland toe. Uitnemende toespraken, strijdvaardig, menselijk. Dat ze in 1940 had verhinderd dat de regering naar Indië verdween en dat ze de Geer terzijde had geschoven, wist men natuurlijk niet. Maar Nederland was trots op haar. En er waren in bezet gebied heel wat mensen die toen dachten, zij moet ons na de oorlog maar leiden. Dat dachten ook vele Engelandvaders. Al die, meestal jonge mensen, werden door de koningin ontvangen. En met verscheidenen van hen voerden ze naar zo'n eerste ontvangst lange gesprekken. Maar Gerbrandy en de overige ministers en ook de leiders van de vooroorlogse partijen in bezet gebied, wier opinie Gerbrandy via Zwitserland had ingewonnen, wezen die grondwetswijziging die de koningin begeerde af. Omdat de koningin, als zij het beleid bepaalde, een centrum van verdeeldheid zou kunnen worden. Er is van dat voornemen van koningin Wilhelmina niets terechtgekomen. Ze had in haar plannen een belangrijke plaats toegedacht aan prins Bernhard. Hij leefde in de jaren in Engeland met hart en ziel mee met de strijdkrachten. Hij leerde ook vliegen. Hij maakte daar zelf een film van. Ook opname van vluchten die hij in 1944, zonder dat de koningin dat wist, maakte met een Amerikaanse bommenwerper waarmee hij opereerde boven bezet Frankrijk. Hem wilde de koningin benoemd zien tot opperbevelhebber van land- en zeemacht. Hetgeen van belang kon zijn, omdat dan het hele apparaat van het militair gezag onder hem zou resorteren. Maar die benoeming ging niet door. De geallieerde opperbevelhebber, generaal Eisenhower, had geen behoefte er een Nederlandse opperbevelhebber bij te krijgen. En er kwam nog een tweede tegenslag voor de koningin. Eind september 1944 nodigde ze met een telegram aan een van de geheime agenten, een telegram waar het kabinet geen weet van had, de illegaliteit in bezet gebied uit, een delegatie van 5 man naar haar toe te sturen voor overleg over haar plannen en ook over de samenstelling van dat noodparlement. Een voorstel voor zo'n parlement dat haar door alle ministers was voorgelegd, had ze geweigerd te tekenen. Die delegatie zou via de Biesbos kunnen oversteken naar het bevrijde zuiden. Maar het telegram van de koningin leidde alleen maar tot heftige debatten. Veel illegale groepen vonden dat de illegaliteit zich met de naoorlogse politiek niet moest bezighouden. En het eind van het lied was dat er helemaal geen delegatie vertrok. Het enige wat de koningin toen nog bereikte was dat nadat het kabinet Gerbrandy uiteen was gevallen, er begin 1945 een nieuw kabinet kwam, hoofdzakelijk bestaande uit personen uit het bevrijde zuiden die ze zelf had uitgekozen. Van Gerbrandy wilde ze af. Maar Van Kleffens, de minister van Buitenlandse Zaken, maakte haar duidelijk dat deze wegens zijn uitstekende naam bij de bondgenoten onvervangbaar was. In maart 1945 bracht de koningin een bezoek aan het bevrijde zuiden. In Zeeuws-Vlaanderen betrad ze voor het eerst na bijna 5 jaar weer Nederlandse bodem. Na de bevrijding van het hele land voerden ze reeksen gesprekken, waaruit voortvloeide dat ze Schermerhorn en Drees opdracht gaf
het eerste naoorlogse kabinet te formeren. Maar dat punt van de grondwetswijziging bracht ze niet meer ter sprake. Ze heeft dat, volgens Drees later, ook nadien nooit gedaan. En er kwam, gelukkig, in de staatsrechtelijke positie van de draagster of drager van de kroon geen wijziging. Toen nu in mei 1945 het hele land was bevrijd, viel dat niet samen met het einde van de Tweede Wereldoorlog. In het Verre Oosten woedde de oorlog nog in volle hevigheid. Juist toen was in Nederlands-Indië, waar nog maar enkele punten waren bevrijd, op het olieeiland Tarakan felle strijd aan de gang. Overal elders in de archipel waren de Japanners nog de baas. Van maart 1942 af, toen op Java de commandant van het Koninklijk Nederlands-Indisch leger had gecapituleerd, was het voor de regering in Londen een punt van voortdurende zorg geweest hoe Nederlands-Indië bevrijd en hoe daar het Nederlands gezag hersteld kon worden. Uit Indië was op het laatste moment ontsnapt de luitenant-gouverneur-generaal van Mook. En onder de paar hooggeplaatsten die hij had meegenomen bevond zich de Indonesiër die op dat moment de hoogste positie bekleedde die een Indonesiër kon bereiken, namelijk lid van de Raad van Nederlands-Indië, je zou kunnen zeggen de Indische Raad van State, Suyono, een Javaanse bestuursaristocraat. Hij en Van Mook werden in Londen benoemd tot ministers. Van Mook betoogde daar: wij moeten de Indonesiërs in politiek opzicht iets te bieden hebben. En dit vooral omdat de Amerikanen, van wie we verwachten dat ze de Japanners zullen verslaan, tegen alle kolonialisme gekant zijn en niets zien in een ongewijzigde voortzetting van het Nederlandse bewind. Koningin Wilhelmina bezocht in de zomer van 1942 de Verenigde Staten. Het was president Roosevelt die haar ervan overtuigde dat Nederland de Indonesische nationalisten tegemoet moest komen. Suyono zei in de vergaderingen van het kabinet: tegemoetkomingen zullen niet helpen als daartoe niet ook behoort de erkenning in beginsel van Indonesiërs recht op zelfbeschikking. Maar dat ging alle overige ministers, ook Van Mook, te ver. En het gevolg was dat in een toespraak die de koningin in december 1942 hield, de zogenaamde 7 december toespraak, niet meer werd gezegd dan dat Indië en Suriname en de Antillen na de oorlog als deel van het koninkrijk een aan Nederland gelijkwaardige plaats zouden innemen. Die toespraak drong overigens helemaal niet door tot Indië. Het was voor de regering een groot nadeel dat Indië verdeeld was over twee operatiezones. Sumatra behoorde tot de Engelse zone, want het was de Engelsen te doen op de herovering van Singapore. Maar de hele rest van Indië behoorde tot de zone waar de Amerikaanse generaal MacArthur alle operaties leidde. Hij was van de Filipijnen ontkomen naar Australië, waar hij zijn hoofdkwartier had in Brisbane. Tegen Malakka en Singapore werd geageerd vanuit Ceylon, het tegenwoordige Sri Lanka. Op Ceylon was het hoofdkwartier van admiraal Helfrich. In Australië, een werelddeel dat zo groot is als half Europa, kwamen de meeste Nederlandse en Indische strijdkrachten terecht. Het Koninklijk Nederlands-Indisch leger kreeg er uiteindelijk een 3000 man bijeen, waartoe ook de 600 vrijwilligers van de Antillen en uit Suriname behoorden. Er werd verder in een apart kamp, niet ver van Brisbane, een technisch bataljon gevormd. Aan de oorlogvoering werd deelgenomen door een squadron bommenwerpers en een squadron jagers. En die luchtstrijdkrachten behaalden soms successen. De torpedobootjager Tjerk Hiddes maakte zich verdienstelijk door de strijdkrachten van het KNIL en Australiërs te evacueren van Timor, waar ze bijna een jaar de guerrilla-strijd tegen de Japanners hadden volgehouden. En de kruiser Tromp
nam in 1944 tweemaal deel aan beschietingen van de haven Sabang bij Noord-Sumatra. Ook ondervonden MacArthur's operaties belangrijke steun van de uit Indië ontkomen vrachtschepen. Maar al die Nederlandse strijdkrachten bijeen, die dan ook nog over twee operatiezones waren verdeeld, hadden natuurlijk niet veel om het lijf. En het was verder een groot nadeel dat de Nederlandse autoriteiten vrijwel geen berichten uit bezet Indië kregen. Ja, ze konden luisteren naar de Japanse radio-uitzendingen. Maar van Ceylon uit lukte het pas in de zomer van 1945... om een paar geheime agenten boven Noord-Sumatra af te werpen. En alle van Australië uit ondernomen pogingen om geheime agenten op Java in te zetten, mislukte. Daar zijn nota bene ook blanken bij gebruikt, die natuurlijk onmiddellijk opvielen en gearresteerd werden door de Indonesiërs. Van Mook besefte dat Nederland veel te zwak was om heel Indië te heroveren. Zijn conceptie was dat de eigenlijke strijd moest worden gevoerd door de Amerikanen en op Sumatra door de Engelsen. En dat het gemilitariseerde bestuur dat in eerste instantie zou worden ingesteld, de Netherlands Indies Civil Administration, kortweg de NICA, zou worden gesteund door ongeveer 30.000 man licht bewapende Nederlandse troepen. De gezagsbataljons die in Australië zouden worden geoefend. Verder zou nog in Indië een mariniersbrigade worden ingezet die haar oefening zou krijgen in de Verenigde Staten. In april 1944 landden de Amerikanen op Nederlands Nieuw-Guinea, dat nu West-Irian heet. Bij Hollandia het tegenwoordige Jayapura. Van Mook ging er op inspectie. Van Mook wist dat hij op MacArthur kon rekenen. Maar de beslissing welke operaties die strijdkrachten zouden ondernemen werd niet door die opperbevelhebber, maar in Washington genomen. En daar voelde niemand ervoor te worden betrokken in de moeilijkheden die misschien op Java te verwachten waren. MacArthur kreeg verlof het eiland Tarakan te heroveren en na Tarakan ook nog het oliewingebied Balikpapan. Begin juli 1945 werd daar, met steun onder meer van de kruiser Tromp, een landing uitgevoerd. Precies als op Tarakan namen ook hier eenheden van het KNIL deel aan de gevechten. Toen de strijd ten einde was, begon de NICA met het uitdelen van voedsel en werd de wederopbouw ter hand genomen. Maar MacArthur's voorstel om vervolgens met 4 divisies te landen op Java was in Washington afgewezen. Meer zware tegenslagen volgden. Ten eerste, alle Nederlandse schepen resorteerden onder de geallieerde oorlogsleiding en het kabinet Schermerhorn kreeg ze niet vrij voor wat het zelf wilde ondernemen. Ten tweede, de Australische regering kwam terug op haar toezegging dat die gezagsbataljons in haar land konden worden geoefend. Ten derde, buiten voorkennis van het kabinet werd op de dag waarop Japan capituleerde, 15 augustus 1945, door de Verenigde Staten en Engeland vastgesteld dat heel Indië zou behoren tot het Engelse gezagsgebied, waar de opperbevelhebber, admiraal Mountbatten, niet in de verste verte de krachten bezat om in dat hele immens grote gebied effectief op te treden. En ten vierde, 2 dagen na Japans capitulatie werd in Jakarta de Republiek Indonesië uitgeroepen. En dat was een volslagen verrassing. Ja, de Nederlandse autoriteiten kenden de namen van de militaire en semi-militaire korpsen die door de Japanners waren opgericht. Maar ze wisten niet in welke mate het Japanse fanatisme was aangeslagen. En zo eindigde die laatste fase van de Tweede Wereldoorlog met een pijnlijk contrast. Contrast tussen het kleine Nederland dat in onvoorziene moeilijkheden was beland en de Verenigde Staten die de macht hadden om, als ze dat wilden, in Japan zelf te landen. Dat nieuwe wapen dat Amerika gebruikte gaf de doorslag. Japan capituleerde. En terwijl de Indonesiërs op Java, maar ook elders, duidelijk maakten dat ze niets van de terugkeer van het Nederlandse gezag wilden weten,
kwam een hoge Japanse delegatie in de Mika en al zijn bondgenoten. Japan was verslagen, maar Nederland raakte Indië kwijt. Zien we nu hoe na 1945 de decolonisatie zich in de hele wereld heeft afgetekend, dan staat wel vast dat Indonesië hoe dan ook onafhankelijk zou zijn geworden. De overdracht van de soevereiniteit vond 4 jaar na onze bevrijding plaats in het paleis op de Dam in Amsterdam. Die versnelling in Indië's ontvoogding is wellicht een van de belangrijkste gevolgen geweest die de Tweede Wereldoorlog voor ons land heeft gehad.